Nee, hij komt in uh, iedere gemeente met andere pieten, maar overwegend zijn het wel zwarte en bruine pieten. Uh, maar er zijn ook een aantal plekken waar er alleen maar roetveegpieten komen, en dat zijn de grote steden zoals Amsterdam, Den Haag, maar ook Meppel. In Amsterdam hebben de pieten zelfs een heel ander uiterlijk, want daar zien ze er voortaan uit als Spaanse edellieden. Daar hebben ze bruin golvend haar, kleurrijke pakken en dus roetvegen op hun gezicht. En uh, op die manier hoopt de hoofdstad een einde te maken aan de zwarte pieten-discussie. In alle andere gemeenten lijkt het dus alsof voornamelijk zwarte piet en de bruine piet komen. Niet iedere gemeente heeft aangegeven wat voor pieten er komen, onder andere om onrust tegen te gaan, maar ook omdat er veel gemeenten zijn die het Sinterklaasjournaal volgen. Die hebben nog gisteren weer aangegeven dat er geen felgekleurde pieten komen, maar wel een bondgezelschap aan allerlei soorten. Pieten.